Ja, net na de wedstrijd. Een wedstrijd die met 5-3 verloren is. Zag het de eerste helft goed uit naar mijn idee. Maar toch gingen we met een 4-2 achterstand rusten. Wat was er aan de hand? Laat ik maar beginnen bij het eerste deel van de eerste helft. Ik vind dat we ontzettend goed aan de voetballen zijn. We creëren kansen, maken goals. Zijn ook best wel direct dodelijk in de eindfase. We hebben een fase tussendoor gehad dat de eindpassing wat slordig werd. Dat we toch weer te veel door het midden zoeken. Waar we ophameren, waar we optrainen. Maar ja, goed, type aanvallers die we hebben, daar zit het ook een beetje in de natuur. Dus ik wil het ook helemaal niet helemaal eruit halen. Maar iedere keer als we dat doen, dat valt wel op. Rijsewoord hebben we het gezien nu weer. Dan zoeken we elkaar veel in het midden in de 16, verliezen de bal en dan worden we geklopt in de omschakeling. Dus we kwamen al een paar keer goed weg. Dat werd goed gecorrigeerd, counters eruit gehaald. Maar ja, komt op 2-1 en heb je 100% kans op 3-1. Die natuurlijk niemand expres naschiet, maar als Awin die kans maakt in de, ik geloof, 28e minuut of zoiets, dan kom je op 3-1. Ik denk eerlijk gezegd dat het dan bijna gespeeld is. En we hebben vandaag een aantal fouten weer gemaakt die we de afgelopen weken leken afgesteld te hebben. Dus nu is het weer terug naar voetbalhandelingen. En terug naar wat we de afgelopen weken goed hebben gedaan. Ik denk dat we echt compacter stonden. Beter georganiseerd en dat we op beslissende momenten verdedigend ook doortastender waren. Want neem de 3 en de 4-2 daarbij, hij is gewoon niet goed verdedigd. Ik geloof dat Koen één keer onnodig de bal het veld terug in liet ketsen. En de 4-2 heb ik het idee dat we die gewoon weg konden rossen. En dat moet ook af en toe, dat hoort niet echt bij ons spel. Maar ja, hoort er wel bij. En nu verlies je eigenlijk, vindt een beetje onnodig. Ja. Alle lof naar Smitshoek trouwens, want die speelde echt goed, vind ik. In de eerste helft waren wij de betere partij. Maar in de tweede helft, daar gaat het namelijk ook om hun team. De spits speelde heel sluw. Ja, ik had ook het gevoel dat met 3-5 we konden leven. Want uiteindelijk, als zij wat effectiever zijn in de tweede helft, kan het zelfs ook nog een grotere nederlaag worden. Ja, dat gaat een beetje... Ja, tuurlijk. Je gooit de boel... Nee, we hebben de boel eigenlijk helemaal niet open gegooid. Maar dat zij, als wij drukken... Want kijk, wat ik niet wil zien, is dat we opgeven. Het maakt niet uit hoe het staat. Je mag nooit opgeven. Altijd blijven gaan voor, zeg maar, toch kansen creëren. En proberen er weer dichterbij te komen. Dus dat heb ik dan wel gezien van de ploeg. Hè. Niemand heeft opgegeven. Ik denk dat niemand te verwijten valt. Tot het laatste hebben we geprobeerd om een goal erbij te prikken. En nou ja, dat moeten we ook zien.